het ASEC-gebouw. De naam ASEC staat voor Atelier de Construction Électrique de Charleroi. Charleroi is een hele grote industriestad in het zuiden van België. ASEC was rond 1960 een goed lopend Belgisch bedrijf, vergelijkbaar met het Nederlandse bedrijf Philips. Wat deed ASEC? Misschien kun je het ontdekken als je goed naar de naam kijkt. ASEC maakte van alles dat met opwekking en verspreiding van energie te maken had, zoals generatoren, transformatoren, elektromotoren en kabels. Maar ook verlichting en huishoudelijke apparaten zoals haardrogers, staafmixers en platenspelers. In 1921 werd in Apeldoorn het bedrijf Vrowijn & Co. opgericht. En zij mochten als enige bedrijf in Nederland alle ASEC-producten verkopen. En dat ging heel lang best goed. En in het jaar 1962 kwam Vrowijn zelfs in handen van ASEC zelf. Maar in de jaren 80 liepen de zaken bergafwaarts en ging het bedrijf ten onder. Na vele jaren leegstand werd het ASEC-gebouw gekocht door de gemeente Apeldoorn. En nu zijn er allerlei creatieve bedrijfjes in het ASEC-gebouw gevestigd. En is er een expositie- en activiteitenruimte. En het is een industrieel monument. En weet je waar de afkorting ASEC tegenwoordig voor staat? Het staat nu voor Apeldoorn Centrum voor Eigentijdse Cultuur. Leuk, hè?